Ligt er nou een brandweerman, dan ligt hier een chirurg, dan ligt er een brandweerman op de grond te dansen als een rups. Welkom bij aflevering 26 LSPDFR bij Prior 1 Gaming. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we weer mee met Kevin. Kevin die draait vandaag een dienstje mee compleet bij de politie in zijn met de marechaussee. Gewoon als extra eenheid. Dan rijden we mee omdat we wachtmeester zijn, hebben we natuurlijk dezelfde rechten als een normale politieagent. Tenminste, de juridische dingen. Dus dan kunnen we dan lekker gewoon een dagje meedraaien met hun. En dan gaan we gewoon lekker alle meldingen pakken. Dat doen we met de T5. Dat betekent dat we ook zelf arrestanten kunnen vervoeren. We zitten gewoon achterin op wat plekjes. Dat kan allemaal. Er zit een mooie wagen. Volgens mij weer van MOA als meer. Mooi ding. En dan gaan we er even ons trucje mee doen vandaag. Het is wordt een lange dienst. Het is misschien wel voor, ik weet niet hoe lang die duurt, maar het is nu het begin van de nacht. We zijn het einde van de dag. En we gaan nu gewoon net zo lang door tot de meldingen op zijn. Dus we gaan het zien. Ik heb er zin in. Jullie ook. Als jullie ook denken dat het een leuk filmpje doen, dan even gelijk het blauwe duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg waarderen. Hartstikke leuk. Kevin die vindt het ook heel erg tof. Al die blauwe duimpjes, daar kun je echt van genieten. En dan gaan we snel op pad. Nou, we hebben net een melding gekregen van dat er een mogelijk persoon zou zijn die gezocht wordt. En het is niet bekend of die vuurwapens bij zich heeft. We gaan erop af. We gaan even kijken of we die persoon kunnen aanhouden. Nou, we zijn er nu bijna. Dus we de zwaailichten uitdoen. Dus als we de kruising over zijn, dan zou het hier verderop zijn. Gaan we kijken of we diegene kunnen pakken. Ik hoop het wel. Ik heb deze, dit is een nieuw pack. Nou, dit is wel heel makkelijk. Even kijken. We rijden eerst langs om te kijken of die persoon geen wapens heeft. Meneer, goeiedag. Oh, even mijn wapen weg. Moeten we even stoppen dus, die vent. Even stopping. Ja hoor. Ik denk dat we even weer afstandje moeten doen. En weer terug. Meneer. Juist. Interact with suspect. Ask for ID. Hoe heet die? Michael Huth. Daar gaat hij. Even kijken. Niks on the hand. Oké, nou. Dus we laten maar even gaan voor deze keer. Er is niks. Schrijf wel even zijn gegevens op voor de zekerheid. Nou. Hou snel van de weg af met de auto. Als je, hij noemde meneer, als je mij beledigt voor ticket, dan gaat hij mee, hè? Dan weet je dat. Doei. Unit 6. Nou, we hebben nu een melding dat er een politiebureau lastig gevallen zou worden. Het is natuurlijk rond de jaarwisseling, dus we hebben te maken met vuurwerk en alles. Dus we gaan even snel die kant op. Oh, het is heel erg druk hier. Daar gaan we. Het is wel een stukje rijden, dus dan gaan we snel die kant op. Nou, we zijn nu bijna bij de demonstratie. Althans, bij de demonstratie zeg ik nou, daar zouden hier vernielingen gepleegd worden. Ik zie al een hele mooie setting klaarstaan voor ons. Oh, dat ziet er weer mooi uit. Ik krijg er gelijk zin in. Even kijken wat hier precies aan de hand is. We moeten naar een andere kant komen. Even kijken of jullie ergens tussendoor kunnen. Over de stoep heen. Kunnen we over de stoep? Nee. Dan gaan we even omrijden, want dit schiet niet op. Dan gaan we snel die kant op. Snel eromheen rijden. Even kijken wat voor cools er allemaal gebeurt. Oh, zo. Gaat het, mensen? Rennen allemaal tegen mijn auto aan. Hier kan ik niet tussendoor. Nou, dan gaan we er maar links langs. Zo, haptee. Het is hier wel heel erg druk met mensen. Even naar de overkant. Links. Ja hoor. Mensen aan de kant. Ja, dit is niet normaal dit, hè. Oh, over het stoepje heen. Gaan we hier naar links. Nou, kijk, hier kunnen we er wel langs. Volgens mij moeten we hier gaan praten dan met het SWAT-team als ik het zo zie. Oh, ik denk dat dat niet de bedoeling is, want daar staan mensen met wapens zo te zien. Ze hebben
Ik weet niet wat ze allemaal doen. Nou, zetten we hier de auto neer. Wij schakelen even over op het vuurwapen. Dan gaan we samen met het SWAT-team gaan we naar binnen. Kijk, politie, is een vuurwapenspuur gebruikt verdachte wegen wordt geschoten. Hij richt vuur op mij, jongens. Assistentie, nu. Zit ze ook op het dak? Oh nee, oh ja. Gaat helemaal mis hier. Assistentie van nog meer SWAT, alsjeblieft. Nog meer politie. Officer in trouble. Assistentie collega, mensen. Oh shit, ik word geraakt op mijn vest. Hoppatee, neer. Zo, opschieten. Even geconcentreerd schieten, jongens. Zo. Boven is zo te zien leeg, jongens. Dan weten jullie dat. Kijk, ik ga via het hekje hier zo. Kijken of die nog open gaat. Oh, dat doen we. Neer. Oh, sorry, ik dacht een slim af te zijn, maar dat werkt dus niet. Nou, dan gaan we kijken of hier wat via deze ingang. Precies, tegenwoordig. We gaan. Ligt er nou een brandweer? Er ligt hier een chirurg. Er ligt een brandweerman op de grond te dansen als een rups. Allemaal gestolen kleding of zo. Ik weet niet. Zo, die hadden we net even. Ik zag wat bewegen. Gelukkig. Zo, de knetten. Dat zijn mijn maten. Daarheen op, heeft daar zich geen overgegeven. Daar zijn nog meer politieagenten. Ho, boven jongens, boven. Ik denk dat hij nu geweest is. Tenminste, ik raakte volgens mij voor. Zo, mijn collega. Ja, het is moeilijk te zien wie, of ze nou bij mij horen of niet. Maar... Zo, dat zijn collega's. Jullie zijn vrij jongens, ik heb jullie. Kom maar. Kunnen we, ja, er zijn heel veel collega's neer hier, OC. We hebben dringend ambulance nodig. Ambulance is aanrijdend. Ah, ik ben ook goed geraakt, zo te zien. Nou, dan laat ik me zo ook maar even behandelen, denk ik. Bloed is trouwens in mijn gezicht, is niet van mij. Dat is van die andere. Maar ik moet echt even... Ik denk dat we hierboven, we gaan... Noodbreekt wet. Oké, we gaan kijken of we erop kunnen klimmen. Wel ons wapen. Kijk. Dat is moeilijk te zien, maar we kunnen denk ik gewoon via hier. Kijk, daar zit er dus één. Politie, aangehouden. Laat je handen zien, nu. Politie. Grond liggen nu. Situatie. We zijn brandmeester, zullen we maar zeggen. Gaan we kijken of we naar beneden kunnen. Even kijken of ik echt gewond ben of dat in mijn vest. Oh, nou, ik heb sowieso geen last van mijn been. Nou, de ambulances komen eraan. Dat is wel even gunstig. Dan moeten we even omrennen. Kijk, kunnen we ons laten controleren? Kijk, gaat die open. Ambulance staat er wel. Je hebt natuurlijk nog geen sein veilig gehad. Eerste hulp, kameraden op. Nou, weet je wat? Ik ga er ook niet even zorgen dat ze naar binnen kunnen. Door, even tuut. Ja, ga er dan ook niet voor staan, jongen. Hier, ga maar naar binnen. Nu kunnen jullie allemaal naar binnen. Nou, willen jullie? Nou, in ieder geval, ik ga even langs de eerste hulp rijden. En om hem na te laten kijken, dan lossen zij hier de boel op. Zijn net weg uit het ziekenhuis. Alles is goed. Ik ben één keer in mijn vest geraakt. Het bloed was van andere gasten die daar op de grond lagen. We zijn nu op weg naar een inbraakmelding aan de andere kant van de map. Bijna alle eenheden die staan natuurlijk nog bij het politiebureau.
Dus we gaan snel die kant op om te kijken of er wat aan de hand is of wat inbrekers kunnen pakken. Daar heb ik echt wel zin in eigenlijk. Nou, we zijn nu bijna in de buurt. Hier zou hier een straat zijn, lichten uit. Maar nog een stukje verder dan weten ze dat we eraan komen. Zo, dan gaat het van de vier uit. Dan gaan we zien wat we aantreffen. Aantreffen. Even kijken, volgens mij zien we daar, een lampje of niet. Even kijken of wat we daar zien. Dan gaan we even kijken. Attention all units, officers are at the scene. Officers are at the scene. Oké. Zo. Gaat het goed? Dat ik even ga draaien. Nou, dat is aardig van je. Anders noem je allemaal de meest nare woorden weer, jongen. Dat is niet normaal. We gaan even hier kijken of we wat kunnen vinden. De achtertuinen kijken, denk ik ook. Deze auto's zijn leeg. Kijken of we hier wat kunnen zien. Ja. Hier zien we niks. Helemaal niks. Bouwterreintje. Ook niet. Nou, dan verlaten we het gebied weer. Gaan we even terug. Even kijken, gasten jongens, die auto die is zo traag van begrip af en toe. Naar links. Ik zou het dan... Hier, al die gasten weer schelden, dat is niet normaal. Ik vind het echt niet normaal. Even kijken of hier nog wat te vinden valt, om de hoek. We moeten in dit gebied zoeken, nou, ik zie hier ook niks. Dan draaien we weer even. Dan hier nog naar rechts en anders gaan we achter het huis kijken. Volgens mij gaat hier wat mis. Oh. Zo. Midden in de melding worden we... Schieten ze nog iemand neer? Nou, dan moeten we dan even op... Even kijken of we hem uit de auto kunnen krijgen. Zo, gaat het? Nou ja, en jou, de ambu komt eraan. Gaan we eens even deze vent laten helpen. We hebben geen andere keus. Daar komen ze al. Nou, alsjeblieft, een keer niet. Jee, ze rijden een keer niet mijn auto aan stront. Gelukkig. Kijken of ze nog wat voor hem kunnen doen. Oh. Niet? Oh shit. Kijken of ze kunnen helpen. Ik weet ook niet echt wat hij gedaan heeft, broeder. Ik zag alleen dat hij geschoten werd. En die maten van mij die gingen er vandoor. De haat. Nee, dat weet ik. Ik moet achter die dader aan. Ze redden het hier wel, want dit is een slachtoffer. Oh, ja, mijn hele... Ik kan hier gewoon niet... Het schadeformuliertje komt wel. Achtervolging. Kijken of we hem in beeld kunnen krijgen. Hij gaat hier zo naar links. Volgens mij, ik zag zijn achterlichten nog. Oh. Echt het maximale uit de auto proberen te halen. Daar gaat hij in de bus. Daar is hij. Eens kijken of we hem te grazie kunnen nemen. Volgens mij gaat hij niet stoppen. Nou. Dan zet ik hem ervoor. Hij ramt mij. OC, achtervolging. Hij staat uit. Dispatch, this is Ocean One responding. Acknowledge. Copy that.
Nou, heb je mijn Amerikaanse vrienden weer? Staan blijven. Nagehouden. Nou, even je handje terug, dan gaan we. Zo. Nou, we hebben één aanhouding. Kom maar mee. Kom maar mee. De bus die wordt afgesleept. Volgens mij heb ik op de verkeerde knop gedrukt op mijn ding, of niet? Kom even meenemen. Kom je mee? Goed, zo pik. Kom maar. Stappen we even in. Ah, daar zit hij. Ja joh, hey, rij nou eens een keer normaal, mensen. Gasten die moet overal langs. Ja, ik ben er nou ook. Laat me er nou gewoon even door. Weer. Ja, het is echt niet normaal. Wat voor rare figuren er zijn, jongen. Nou, we zijn nu vlakbij het politiebureau. De mooie auto's voor de deur staan. Dan gaan we hier naar rechts. Dan gaan we hem even binnen afleveren. Kijken of Rico klaar voor ons. Volgens mij is het Rico 2 hier, hè? Ja, Rico. Hey, kijk uit, mevrouw. Dank u wel. Even kijken hoor, dan zetten we hier een. Rico! Even toeteren. Hé, hey, daar is Rico. Hé, hey, Rick. Ik heb iets voor me. Ik heb iets voor je. Alsjeblieft. Even kijken, zit hij leeg? Ja, hij is weg. Hé, hey, bedankt, Rick. Even toeteren. Oh, nou, geen sirenes. Nou, er is zojuist een melding binnengekomen van een ongeluk. Aanrijding met letsel. Even prio in die kant op, om te kijken of mensen kunnen helpen. Misschien wat schouderrapportjes opnemen. We zijn er bijna, het zou hier rechts zijn. Even kijken. Zo. Straat blokkeren. Als het goed is, ik zie hier twee auto's op een niet natuurlijke manier staan. Eens even kijken. Dat bedoel ik. Kom er maar uit. Attention all units. We halen even een ambulance. Dat is wel oké. Gaan we even kijken bij die andere mensen of die oké zijn. Lekker de bergen brennen. Zij zeggen, no injuries, zeggen ze, terwijl die mevrouw toch echt een injury had in deze. Kan niet bewegen. Kijk of ze er toch uit wil. Ze wilde wel uitkomen. Vragen we nog een ander op. Ja, de eerste mevrouw zo te zien geholpen. Valt allemaal wat mee. Kijken wat we hiermee kunnen doen. Even relaxen. Rustig mevrouw, de ambulance onderweg. Ik blijf bij tot ze er zijn. Komt alles goed. Blijft u alstublieft rustig. De hulp is onderweg. Zo, dan komen er nog een paar langs gedart. En die we die heen gehad. Nou, ik denk niet dat ze er langs kunnen. Dus ik ga even kijken of ik ze kan helpen. Ze kunnen. Poppetjes in GTA vinden het nogal moeilijk om zelf na te doen. Mijn auto. Mijn dienstauto is ja hoor. Ja, sorry hoor. Hou op. Die kerel hier in die bus. Die is voor mij. Die gaat mee. Ik ben er. Hij valt me ook nog aan. Oh shit. Oké, wagentje erbij jongens. Achteruit. Politie, afstand houden. Achteruit. Nou, daar kwam hij. Ik heb de noodknop in. Zo. Hier, ik word weer aangevallen. Achteruit. Politie. Wegwezen. Nou, daar kwam die elke keer die Amerikaanse auto. In ieder geval, daar is mijn assistentie. Nou ja, dan kunnen we weer even een paar ambies erbij. Want het gaat, is hier één groot feest. Maar die gek die ramt zo zijn vrachtwagen in mijn auto. Wat een gek, joh. Is dat niet normaal?
Zo, bam, 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 bam. Ze zorgen ze wel voor meer werk, ja. We zijn hier aan de werkverschaffing. Van dan we komen er aanrijden en dan rijden we er gewoon nog even 5 plat. Zie je, precies tot aan je teentje. Ja, die gasten van de Marechaussee met die auto's, die willen hem echt overal tussendoor baggeren. Dat is niet normaal. Ja, rij dan. Dat is gewoon, ze hebben gewoon geen auto net genakt. Dat hebben ze gedaan, vieze Freddy's. Nou ja, kijk of ze hun kunnen helpen. Nou, die is niet meer te redden dus. Nou, dat slachtoffer, of tenminste die viel mij aan, maar ja, die is aangereden, dus ik vind het wel best zo. Die heb zijn portie van wel gehad. En jij gaat wel mee. Wie zit? Doe je handen maar op je rug. Moet je maar niet meer je truck tegen me aan. Mevrouw, ga eens even weg. En jij ook. Plop. Move it. Nou ja, gaan we even een nieuwe auto regelen. Moment. Nou. We hebben een auto geregeld. De gewonden zijn geholpen. Gaan we deze meneer richting het politiebureau brengen. En heeft hij een probleem. En... Wat ze met hem gaan doen, ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Helemaal niet. Helemaal niet. Zo. Doorrijden. Zo, huppatee. Nou, zijn we bijna weer bij... Nou, dan gaan we hem nu even afleveren bij Rico. Rico, we zijn er weer. Rico. Nou, stapt hij uit of niet? Vast wel. Hey, Rico, bedankt hè. Even kijken of er nog een melding te rijden valt. Nou mensen, dat was hem dan weer. Aflevering 26 LSPD of R bij Prio 1 Gaming. Vond je het een leuk filmpje? Doe even een blauw duimpje omhoog. Volg mij ook op social media. Op de icons die je boven kan vinden. Instagram, Twitch, Facebook... Instagram, overal hartstikke leuk. Nieuwste nieuwtjes. Nou, bedankt jullie voor het kijken. Tot morgen 6 uur, nieuwe video. Peace.